Beste kind, mijn kind, al 45 jaar oud, maar nog steeds mijn kind. Nu zorg jij voor mij, maar nog steeds mijn kind. Niets verandert het feit dat jij, wat je zegt of doet, mijn kind blijft. Ik schrijf je vandaag omdat ik niet anders kan, omdat je de wanhoop van mijn stem niet meer hoort, mijn angst niet meer voelt, mijn verdriet niet meer ziet. Ik schrijf je omdat ik voortdurend aan je denk. Ik weet dat je diep van binnen een goed mens bent. En hoewel dit een keuze is die ik keer op keer maakt, is het ook een keuze waar ik zeker van ben dat jij zou kunnen vermijden. Ik schrijf jou omdat ik daarin geloof, omdat ik in jou geloof, en omdat ik jou niet wil opgeven. Dus hier komt het, beste kind, mijn kind, ik leid onder jouw woorden. Het doet pijn. Mijn hart doet zeer wanneer jouw uitbarstingen mij de stuipen op het lijf jagen. Ik leid onder jouw arm. Het doet pijn. Mijn lichaam doet zeer wanneer je het slaat. Ik schrijf je omdat ik geloof dat je het zou willen vermijden mocht je het kunnen. Maar je kan het nog niet. Niet zonder hulp. Ik weet niet hoe we hier zijn geraakt, maar indien wij als ouders de eerste stap moeten zetten, als dat nodig is om jou te helpen, dan zet ik die nu. En vraag ik jou om ons te vergeven als we een bijdrage hebben gehad tot de moeilijkheden waarmee je nu worstelt. Vergeef ons, zoals wij jou dagelijks vergeven. Beste kind, mijn kind, je bent een goed mens. Ik weet het omdat je ons kind bent. Ik weet het omdat dit het begin is van verandering. Voor jou, voor ons en voor onze familie. Jouw ouders. Dat was geen passage uit mijn nieuwste boek, maar een getuigenis zoals ze die bij hulplijn 1712 vaak horen.